Yes, super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe update video. Als je zou willen, smash natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Jullie zien trouwens gelijk de item shop. En links zie je tapjes staan en het zijn er zo ontzettend veel. Dus vandaar gaan we er ook echt heel erg snel doorheen. Bovenaan stond de Galaxy Scout natuurlijk met die gehele bundel. We zien de Daily met natuurlijk de Ride Along, de Cloak Shadow, de Buying Pummelmoes, moet ik eigenlijk zeggen, de Bakers Dozen. En we zien alle kerstskins en zo. Wat is dit dan weer? We hebben net de kerst gehad. Alle kerstskins zaten erin. En die gingen toen weer weg. En nu zit alles er weer in. Dit is een soort van after sale of zo. Ik heb geen idee. Maar op dit moment kun je nog gebruik maken van dus het aanschaffen van een kerstskin. Want ik denk dat dit de laatste keer is. Daar ben ik vrij zeker over. Al dacht ik dat ook bij de vorige keer. Het zou zomaar kunnen dat ze het volgende week weer toevoegen. Maar ik heb zo mijn twijfels. Ik denk dat ze nu gewoon denken van oké, het verkocht best wel lekker. Laten we nog één keertje toevoegen. En dan verdienen we nog meer. Ik snap het ook wel. Want het zijn super toffe skins. Je kunt natuurlijk overwegen om onze code te gebruiken wanneer je iets gaat aanschaffen. Wie dat ook heeft gedaan is Daan. Hoi jongens, ik heb de Leviathan X gehaald met de beste zak van de wereld. Ga zo door. Respect naar jullie. Hey Daan, wij gaan zeker weten door. En natuurlijk heel erg bedankt dat je de Leviathan X hebt gehaald. Een super dikke X. Goed jongens, laten we denk ik gelijk gaan beginnen met het eerste topic. Ik heb niet heel erg veel vandaag. Jammer genoeg. Maar het is niet anders. Laten we direct gaan starten. Ja, allereerst wil ik het eventjes kort gaan hebben over Fortnite en 2021. En ik heb ook een gelijke vraag aan jullie, dus laat het gelijk weten in de reacties. Wat moet Fortnite game toevoegen in 2021? En ik heb hier lang over nagedacht en ik kwam redelijk snel... Nee, dat klopt eigenlijk niet. Ik heb er lang over nagedacht, maar ik was snel... Laat het zo zeggen. Ik heb erover nagedacht. En de beste optie is denk ik dat ze de pump toevoegen in 2021. Dat zou zo prettig zijn. Zo vaak irriteer ik mij aan bijvoorbeeld de Tactical Shotgun of die andere shotguns die er zijn. De Dragon Fire Bladibla Shotgun. Ik irriteer me eraan, want die doen niet zoveel damage. En de pump was altijd zo lekker met die one shot op het hoofd. Ja, ik vind het jammer waarom ze die eruit hebben gehaald. Natuurlijk zijn er ook nog andere chille dingen. Bijvoorbeeld de klingers. Oh, als ze die weer toevoegen, dat ze ook leuk zijn. Planes, dat die erin blijven. Maar daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug. En zo zijn er nog wel meer dingen. Maar laat het eventjes in de reacties achter wat jij graag terugziet in 2021. Het kan natuurlijk ook iets nieuws zijn. Laat het maar weten down below. Goed, laten we nog naar het volgende topic. Ja, dit gaat eventjes over de vakantie van Epic Games en over Operation Snowdown. Namelijk, beide gebeurt er iets op 5 januari. Allereerst op 5 januari, dan komt Epic Games weer terug. Dus dan zitten ze weer in het kantoor en dat is belangrijk, want dan gaan ze weer updates releasen. We hebben de afgelopen 2 weken natuurlijk geen updates gezien. We hebben natuurlijk Fortnite Mers gehad, maar dat was niet heel erg een groot spektakel. De sneeuw in de map was ook niet echt een groot spektakel. Maar goed, de 5e, dan komen ze weer terug, dan kunnen ze weer dingen maken. En misschien de 6e al een update, maar ik verwacht het niet. Ik verwacht dus in de week van 11 januari dat we dan weer een update gaan krijgen. Dus we moeten nog eventjes wachten. Jammer genoeg, ongeveer 1,5 week. Maar hey, het is niet anders. Ik bedoel, ik gun Epic Games ook hun vakantie, want hun hebben echt veel voor ons gedaan, ook in 2020. Maar goed, 5 januari, dat is niet het enige wat dan gaat gebeuren. Namelijk, dan is ook het einde van de Operation Snowdown Challenges. Dus stel, jij moet nog wat doen daarvoor. Je kunt in totaal 12 gratis dingen krijgen, volgens mij. Of 13, weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval 2 gratis skins, die kun je krijgen. En dat is natuurlijk best wel zonde als je dat niet gaat doen. Dus zorg ervoor dat je alles hebt gedaan voor 5 januari. Want dan gaan de Operation Snowdown Challenges dus weg. Goed, dan weet je dat. Laten we doorgaan naar het volgende topic. Ja, dit is eventjes een probleempje met de Fortnite Crew Pack. Namelijk, Fortnite Status die tweet hier dat sommigen hun V-Bucks niet hebben gekregen toen ze dus de Fortnite Crew Pack ontvingen. Dus dat is best wel apart. Ik zelf heb het volgens mij wel gekregen met 1000 V-Bucks. Maar ze zeggen hier ook wel...
we kunnen er niks aan doen. We gaan het dus met een delay doen. Ze krijgen hun V-Bucks nog wel, maar waarschijnlijk pas bij een volgende update. Namelijk, ze moeten eerst dingen fixen en dan pas kunnen ze toevoegen. Dus het komt eraan voor degenen die nog niks hebben gekregen, maar je moet nog eventjes wachten. Goed, laten we doorgaan naar het allerlaatste dingetje alweer. Ja, nu alweer het allerlaatste dingetje, jammer genoeg. Ik heb wel een leuk dingetje, namelijk een leuke Victory Royale, namelijk leuk getimed. Precies om 12 uur 's nachts had iemand een Victory Royale gehaald en dat hoor je aan het geluid. Ja, dat is wel echt de perfecte timing. Dan ga je sowieso goed 2021 in. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb volgens mij nog niet eens een Victory Royale gehaald in 2021. Ja, misschien moet ik dat nog eventjes gaan doen. Ik heb ook niet echt gespeeld, dus vandaar. Dames en heren, dit was het einde van de video alweer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze wat kortere update video. Hopelijk vonden jullie het dus super nice. Smash dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En je kunt dan sporten in de itemshop.code. Te veel gevraagd, #ad. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.